street racing is always like this. That's what makes it exciting. Welkom in Azerbeidzjan, een land dat lange tijd deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, tot het in 1991 onafhankelijk werd. Het ligt ten oosten van Turkije en wordt ingesloten door Armenië en de Kaspische Zee. Hier is benzine 3 keer goedkoper dan bij ons, want Azerbeidzjan teert op een van de allergrootste olie- en gasreserves ter wereld. En de rijkdom die daarmee gepaard gaat, is steeds beter zichtbaar. Niet zozeer hier in het oude gedeelte, maar wel in het meer hippe gedeelte van de hoofdstad Baku. En sinds het land niet meer gebukt gaat onder het strenge communistische regime, is er steeds vaker feest. Eind mei werd hier nog het Eurovisie Songfestival georganiseerd. En nu zijn de straten rondom het overheidsgebouw omgetoverd tot een stratencircuit. Voor de City Challenge. What is the City Challenge? City Challenge, simple, it's an entertainment company. So we're talking about racing and entertainment, concerts, artists. If you see the city, how they modernized the city, so there was even thinking for a long time to catch a big sport event. In de afgelopen week hebben 2 Boeing 747 vrachtvliegtuigen de City Challenge bevoorraad in de vorm van 24 GT3 raceauto's en 100 ton uitrusting voor de teams. Maar naast de GT3 zijn er nog 2 competities hier tijdens de City Challenge. Daarom zaten er in het vrachtruim nog 15 historische Formule 1 auto's en 8 driftauto's. Voor de GT3-klasse heeft de organisatie een flink blik oude bekenden opengetrokken. Neem bijvoorbeeld 5-voudig DTM wereldkampioen Ben Schneider en ex-Formule 1 wereldkampioen Jacques Villeneuve. En die deelt een auto samen met Jos Verstappen. Wat deed je eigenlijk besluiten om op de uitnodiging van City Challenge in te gaan? Ik heb heel lang niet gereden. Nou, ik merkte gewoon dat het bij mij kriebelde. En ik ja, toch wel een beetje verdiept in wat de mogelijkheden zijn in de autosport. En nou, GT3 lijkt me gewoon een leuke klasse om te racen. Hoe lang duurt het dan voordat je helemaal vertrouwd bent met de auto? Nou, dat heeft wel wat langer nodig dan 10 rondjes hier op zo'n... Zo'n stratencircuit, maar ik moet zeggen, het paste goed. Ik stapte in de auto en na 5-6 rondjes voelde ik toch al hoe hard dat je met zo'n auto door de bocht kan. En dan ga je je limieten steeds verleggen. En ondanks dat het geen kampioenschap is, voel je nog steeds de drang om echt te winnen en echt heel hard te gaan? Kijk, belangrijk voor de organisatie is dat er zoveel mogelijk auto's aan de race staan. Dus je houdt wel een bepaalde marge, zeg maar. Maar nou, toch wil je een goede ronde neerzetten. Maar je gaat niet over het limiet heen om de auto te beschadigen, dat niet. What's fun here is racing in between the walls. There's no margin for error. It's very exciting. Because you had some error yesterday. The team worked really hard and you know they fixed my BMW car, which is great, and it's a fast car. So you have to learn where the limit of the car is, and the problem is when you do that here, the chances are you'll do some damage. Is that the problem of street racing or a problem of the Baku City Challenge? Oh no, street racing is always like this. That's what makes it exciting. What do you think about the City Challenge here in Baku? Very good. Only. Yeah, we like this challenge. We never see in Baku so big performance, so we really surprised that surprise, news. Yes. The City Challenge is nog geen Monaco. Maar je kan zien dat de organisatie en Baku hun uiterste best hebben gedaan om er iets bijzonders van te maken. De coureurs vinden het een uitdaging en de toeschouwers kijken hun ogen uit. Je kan bovendien zien dat mensen het hier echt wel waarderen. Je kunt als land je oliegeld op een slechtere manier besteden.